week hangt deze het spandoek hier bij de nieuwbouw. Want we zijn altijd op zoek naar logistieke toppers en chauffeurs. Wou jij met ons mee aan de toekomst? Solliciteer snel. Werkwijkahre.nl. Welkom bij Supply Chain Valley. We hebben vandaag Beleef de Logistieke Keten. Dat is een initiatief wat we al een aantal jaren doen met een aantal andere bedrijven. Dus eigenlijk studenten kennis laten maken met de logistiek en ook werkzoekenden. Dit jaar is er een iets ander opzet, dus we hebben gekozen voor een stuk digitaal. Dus dat zal hier plaatsvinden en later gaan we naar de fronten toe. En dan is er een soort van meet and greet met de studenten en kunnen ze het bedrijf bezoeken. Dus we houden jullie op de hoogte. Logistic is standard for everyone and cannot be missed in the supply chain for you as a consumer. So, what are the influences of sustainability and innovation? I will take you into my journey and we will explore this further in our panel. My question is here on table, how do you see this and are you ready for this sort of change about 5 or 10 years? And I'm curious about that. Thank you. Thank you also. Very interesting and inspirational start of this meeting. And what we see is that the future of the supply chain will change, not in the far future, but in the near future. So we are very interested in our guests here at the table, what they think about that. You already said and asked a question about how they think about, are you ready for these kind of developments? Yeah, so KRG is mainly in the transport business, but also in the complete supply chain. So, and each area of the supply chain, innovation is becoming more and more key, and especially in the information flow, like you mentioned, we have to improve. I don't see yet that the drones, even over 10 years, can lift a 24,000 kilo truck and bring them somewhere to Turkey. Yeah? But we will see how fast that will come. But I mean, innovation is key. And also within KLG, we are changing, so we are really having more and more logistics engineers in place who are really looking how to improve, how to get more optimization. We are working now with RPA robots that is translating the data automatically into our systems. We are working with AGVs and automatic guided forklifts for contract logistics, even with robots for pick and packing. So yes, it will come more and more. So innovation, yes, is key. So we will see how fast robots can replace people, but at the moment we still think we need the people to improve the processes and use innovation tools for that. Hoi allemaal, hier weer een update vanuit Waalwijk. We zijn gestart met een nieuw project en hiervoor zijn lijnen aangebracht op de vloer. En daar wil ik jullie in meenemen. Zoals jullie hier kunnen zien is dit het eindresultaat. En in het volgende stukje laat ik zien hoe deze lijnen zijn aangebracht op de vloer. Goedemorgen en welkom bij KLG. Ik ben Inge. Ik ben hier begonnen vorige week als receptioniste. En dat naar aanleiding van een leuke opdracht die ik hier heb meegemaakt. Ik zal 2 dagen de receptie bemannen en ook 2 dagen ondersteuning van de afdeling planning op mij nemen. En ik hoop jullie nog heel vaak te mogen verwelkomen bij KLG. Nou, wat leuk, we hebben een kijkersvraag. Waarom ik eigenlijk een paar vlogs geleden de wielmoeren na aan het trekken was van mijn trailer. Want dat hoeft tegenwoordig toch niet meer. Bij een auto is dat inderdaad meestal het geval tegenwoordig, maar bij een oplegger, bij een vrachtwagen, toch nog wel degelijk. Er komen zoveel krachten op die wielen te staan, dat het nog wel degelijk voor kan komen dat de wielmoeren losser gaan zitten. Die banden willen heen en weer met het draaien van de oplegger. Er zit 25.000 kilo gewicht in alleen al, plus het gewicht van de oplegger. Komt allemaal op die banden te staan. En als je dan een paar scherpe bochten moet nemen, dan kan het zijn dat die wielmoeren wat losser beginnen te zitten doordat die band wil gaan draaien. Op een gegeven moment, dan, als je er een paar hebt die dan wat losser zitten,
dan gaat dat spelen, dan komen ze steeds los te zitten, komt er op die andere meer kracht te zitten. En dat kan gewoon gevaarlijk zijn. Dat betekent bij een vrachtwagen nog altijd dat die band er gewoon af kan lopen onderweg. Daarom, na een kilometer of 100, trekken wij hem altijd even na. En een kilometer of 500 later gewoon even checken. Dan weten wij zeker dat we er alles aan hebben gedaan dat die bandjes er niet aflopen onder het rijden. Want dat kan voor hele gevaarlijke situaties zorgen. En dat wil je niet. Nou, om de volgende vraag alvast even voor te zijn. Hoe vaak moet dat dan eigenlijk gebeuren? Ja, bij een trekker niet zo heel vaak natuurlijk. Tenzij de wielen er een keer af zijn geweest of je aan nieuwe banden toe bent. Maar bij een oplegger regelmatiger. Een oplegger heeft veel te leien. En we hebben er altijd andere opleggers achter hangen. Als ze een keer aan die garage komen of de jongens lopen er bij ons op de zaak langs en ze zien er iets aan, dan wordt het gerepareerd. En dat gebeurt dus regelmatig dat de wielen eraf gaan, de banden eraf gaan en dat je ze dan vervolgens, als ze er weer op zitten, terug na moet trekken. Wil je weten hoe we in Venlo omgaan met brandveiligheid, inbraakbeveiliging, persoonsbescherming of andere manieren van beveiliging? Kijk dan naar de volgende vlog.